Ik ben Granna Goossens en ik ben met mijn gezin naar Pierre vakantie geweest in Normandië. We waren met z'n vijven, mijn vriend, ikzelf natuurlijk en onze drie kinderen. Joy van 7, Fabienne van 5 en Sven van bijna anderhalf. We hebben ons goed vermaakt, we hebben veel van de omgeving gezien. Normandië heeft stranden, heeft natuur, heeft heel veel van de Tweede Wereldoorlog en dat is de hobby van mijn vriend. Dus we hebben heel erg veel zaken bekeken. Maar we zijn ook lekker gaan zwemmen en hebben in de speeltuin bezig geweest. Omdat de bedoeling natuurlijk was testen van het park, het huisje, hebben we in het huisje ook lekker gekookt. We hebben daar ontbeten natuurlijk, gebadderd. Nou, het was er eigenlijk allemaal. Minpunt vonden wij dat het huisje niet zo groot was. Dus stel onze kinderen zouden groter zijn geweest of je zou er naartoe gaan met de 6 volwassenen, dan is het wat krap om in een dergelijk huisje te verblijven. Maar de netheid, de faciliteiten, die maakten het eigenlijk wel weer goed. Dus dat was heel erg goed. Zou ik aanraden om er naartoe te gaan? Ja, als je graag naar Frankrijk wil en je wil de luxe van een huisje, zou ik het zeker aanraden. Als je gewend bent aan centerparks, dan moet je een klein beetje je idee bijstellen. Het zwemparadijs is niet zo'n paradijs als in centerparks. Het is wel een heel leuk zwembad, maar het is niet zo groot opgezet met horeca en dergelijke. Maar is dat erg? Dat kan je je natuurlijk afvragen. Dat is voor ieder voor zich. Handig was de speeltuin, die was binnen. Er was ook een buitenspeeltuin, maar zeker ook in het naseizoen. Ideaal als het regent dat je ook gewoon droog terecht kan. Dus, wil je een keer naar Pierre Vacances? Kijk naar ons filmpje en beslis.